Waar ging ik erheen? Ja, op bestelling. Ik werk alle nachten en als ik dan 's morgens om 6 uur thuis kom van een vleermuizeninventarisatie, slaap ik een uurtje of 3, 4 en dan zit ik weer achter mijn bureau om de rapportages te maken. En dan ga ik weer de deur uit voor de huismussen en dan de gierzwalen en dan ga ik door weer met de vleermuizen. Dus het is, ja, je moet wel een beetje gestoord zijn inderdaad. Kijk, hier word je toch helemaal blij van, jongens. Kijk eens hoeveel was dat hier rondvliegen. Dit is een zeldzaamheid toch, als je dat in Etten-Leur ziet. Waarom voel jij je geroepen om dit te doen? Ja, van kinds af aan altijd al in de natuur bezig geweest. Van kinds af aan altijd al bezig geweest met inventariseren van vogels, van planten, van alles en nog wat. En die gaan mij aan het hart. Want? Voor mij, als je het persoonlijk vraagt, dan stel je gelijk een diepe vraag aan mij. Zijn we ergens de verkeerde pad afgeslagen op het moment dat we zeiden, we hebben de mens en je hebt de natuur. Eigenlijk zijn wij ook gewoon natuur en horen wij dat in balans te houden. Wij zijn erbij genoodzaakt en we hebben ook de verantwoording om dat in balans te houden voor de voortgang van de mensheid eigenlijk. Nou, we hebben samen met de gemeente afgesproken dat we in de hele gemeente alle vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen gaan inventariseren. Met als doel dat wij dan sneller en beter onze woning kunnen verduurzamen. En toch de populatie in stand houden en het liefst zelfs nog vergroten natuurlijk. Is het wel veilig hier, want die beesten komen verrekt te slagen over. Ik zag er net eentje vlak achter je oren voorbij komen. Ja. Nee, die raken je niet hoor. Die beesten zijn zo snel dat ze muggetjes kunnen vangen uit de lucht. Dus dan zien ze een cameraman, die zien ze ook wel staan.